Hey Joost. Joost is net 18 geworden. En dat betekent zelf je financiën regelen. Maar Joost heeft zijn zaakjes goed geregeld. Toch Joost? Nieuwe telefoon, Netflix accountje erbij. Bovendien houdt Joost van muziek. Hij kan echt niet zonder Spotify. Joost houdt van lekker eten en drinken met zijn vrienden. Maar al die snacks moeten er natuurlijk ook weer af. Sportkleding geshopt? Dat kost bij elkaar best een hoop geld. Er staan ook nog twee rekeningen open van de zorgverzekeraar. En je wilde binnenkort toch op kamers? Hey Joost, let je even op. Hoe ga je dat allemaal betalen? Je spaarrekening? Daar is dat geld toch niet voor bedoeld? En een hoge lening bij Duo? Weet je ook wat dat betekent? Een huis kopen wordt dan lastig. Zorg dat je uitkomt met je budget. Joost is natuurlijk niet de enige. Veel jongeren maken zonder erbij na te denken schulden. Ga bewust met je geld om. Kijk op www.ede.nl/voorkomschulden.